welkom allemaal op deze sessie van het kennisfestival Do Facts Matter. Niet iedereen is er misschien nog, maar we moeten strak aan de tijd blijven. En we beginnen dus met de sessie over het pijlbeheer met satellieten. Yes, we can. Even een berichtje of iedereen me kan horen. Even de duim omhoog. Perfect, dan gaan we mooi verder. Dat was even een check. We hebben deze sessie zowel met waterschappers als door waterschappers. En ik ben zelf van STOA, van het Zatwaterprogramma. Willen we een aantal voorbeelden geven van hoe we met satellieten operationeel pijlbeheer kunnen ondersteunen. En een van de sprekers is Joost Heikens van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. En ook Jeroen Waanders van het waterschap Drents Overijssel Delta. Welkom allemaal. Het programma is een uur. We proberen het goed te regisseren. We beginnen met een kernboodschap en waarom remote sensing ter ondersteuning van het pijlbeheer een hele mooie rol kan spelen in aanvulling op het operationele veldwerk en de eigen kennis van de waterschappen. Vervolgens gaan we kijken van hoe kunnen we met satellieten actueel bodemvocht in kaart brengen ten behoeve van slim waterbeheer. En vervolgens gaan we kijken van hoe we ook met satellieten, met name in de toekomst, actualisatie en ook het muteren van veranderingen binnen het beheergebied netjes in kaart kunnen brengen. En daarmee dus ook kunnen objectiveren en sneller en efficiënter kunnen doen. En ook onder andere met een digitale schouw. Dat zal Jeroen Waanders toelichten. En vervolgens willen we ook bij u draagvlak peilen over wat het gebruik van remote sensing toepassingen voor nu en in de toekomst in uw werksituatie van toegevoegde waarde kan zijn. Wat al goed is om even een paar huishoudelijke mededelingen te geven, is van het belangrijk omdat u, als u vragen heeft, zet dat in de chat. Joost Heikers zal die dan als zo goed mogelijk dat kunnen beantwoorden in de chat doen. En daaruit worden dan één of twee vragen geselecteerd die we dan eventueel plenair kunnen behandelen met elkaar. En wat ook wel handig is, is om alvast even uw smartphone erbij te halen. En het nummer van de Mentimeter code op te schrijven. Die heeft u al in beeld gezien onderaan. En dat is 8769013. Voor vragen aan het einde van het verhaal. Goed, dit als inleiding. Beginnen met de kernboodschap. Het pijlbeheer en waterbeheer binnen het waterschap in het algemeen zijn wel gebaat bij het snel en doelmatig reageren op veranderingen in het beheergebied. Dat is eigenlijk de kernboodschap. Dus hoe sneller en effectiever veranderingen inzichtelijk worden, des te beter is de waterbeheerder in staat om zijn beheer snel en accuraat, ook op de extreme verschillen qua veranderingen die door het klimaat bijvoorbeeld worden opgedrongen aan de waterbeheerder, maar ook voor vergunning en handhaving. En ook voor de veranderingen die wat middellange en lange termijn nodig zijn om het landelijk gebied in te richten. En daarnaast zijn er ook lange termijn zaken zoals bodemdaling en verzouting. En ook de beschikbaarheid van grondwater, zeker in droge tijden, is ook een belangrijke actuele verandering waarop geanticipeerd moet worden. En daarom is ook belangrijk dat er dus snel en effectief informatie beschikbaar is. Dus de behoefte aan versterking van bestaande waarnemingen in het veld en ook de kennis die er al is door slimme observaties en ook door slimme modelsystemen te combineren met remote sensing geeft een beter overzicht en een beter inzicht, maar ook een beter toezicht voor de waterbeheerder. Dat is de boodschap. Nou, het is in ieder geval een feit dat in de laatste 10 jaar, eigenlijk sinds de start van het Zatwaterprogramma, wordt er steeds meer operationeel gezamenlijk door waterschappen remote sensing informatie ingekocht. Er komen ook steeds meer satellieten die publiekelijk beschikbaar zijn. De kosten worden lager, wordt frequenter opgenomen. En ook de ketens om van data tot informatie te komen, die worden ook steeds operationeler door bedrijven ingezet. En dat geeft dus ook de mogelijkheid om steeds meer en vaker remote sensing te gebruiken. Ook voor het waterbeheer. En dat gebeurt inmiddels ook. Dat zal ik straks wat verder laten zien. Dus een combinatie van slim observeren en kennis modelleren. Dat is iets wat we samen met de waterschappen en de bedrijven en de kennisorganisaties moeten doen. Om het met elkaar op goede operationele toepassing te laten leiden.
Nou, binnen de STOA zijn we met de waterschappen binnen het Zatwaterprogramma, al meer dan al 10 jaar bijna, zijn we bezig om zeg maar, dat operationeel te krijgen, van wetenschap naar waterschap. Dus de ontwikkelingen zo goed mogelijk begeleiden en faciliteren vanuit het onderzoek naar een operationele werksituatie binnen het waterbeheer. En er zijn allerlei fases te onderscheiden en die verschillende fases die moeten doorlopen worden, maar soms zijn ze disruptief en dat zal Jeroen Waanders straks laten zien, dat een waterschap soms een toepassing heeft die in één klap gewoon geweldig werkt en ook geaccepteerd wordt. Dus het inzetten van zo'n landingsbaan is belangrijk om het in ieder geval gestructureerd te laten verlopen, van uiteindelijk de onderzoekskant naar de inkoopkant voor de waterschappen. Maar sommige waterschappen doen het ook in één keer en dat is ook heel interessant. Nou, het is dus belangrijk dat de onderzoeksagenda van de waterschappen, die ook namens de STOA, zeg maar, namens de waterschappen wordt ingericht, dus ook aansluit bij de behoeften en de vragen die leven binnen de waterschappen. En soms is onderzoek natuurlijk ook gewoon autonoom en dat wordt gewoon ingezet door kennisinstellingen en daar pikken we ook de nieuwe ontwikkelingen uit. Waar nodig. En op die manier proberen we dat in die landingsbaan in te brengen. Dus aan de linkerkant zie je de onderzoekslijn en aan de rechterkant eigenlijk de centrale inkooplijn van het waterschapshuis. En die landingsbaan, dat is eigenlijk de weg ernaartoe aan de onderkant. En we proberen op die manier onderzoek en innovatie met elkaar, STOA, waterschapshuis en de waterschappen en de bedrijven en de kennisinstellingen, operationeel te krijgen. Nou, wie doet wat? Hier zijn diezelfde 7 stappen weer te zien. Uiteindelijk begint het bij de STOA, maar het kan ook bij een waterschap of bij een idee beginnen van iemand of bij een bedrijf die met iets komt. En vervolgens gaan we de onderzoeksfase in, dus praktisch onderzoek, toegepast onderzoek, geen fundamenteel onderzoek. En we proberen vervolgens met pilots en demonstraties, met cases praktisch vanuit de waterschappen, te kijken of dit iets is en of dat gaat aanslaan. En of het past bij het werkproces van de waterbeheerder. En vervolgens willen we het valideren. Dat kan een technische validatie zijn, maar het kan ook een organisatievalidatie en een acceptatieproces zijn. Proberen we te kijken van gaat dit daadwerkelijk straks landen als het operationeel wordt. Nou, en dan moeten we met elkaar gaan kijken, kunnen we dat gaan inkopen? Is er genoeg draagvlak? Hebben we daar een businessmodel voor? Wat draagt iedereen bij aan de kosten? En wat krijgen we ervoor terug? Nou, en dat proces dat moet met elkaar gebeuren en dat wordt over het algemeen in het waterschapshuis netjes geleid en begeleid. En STOA heeft daar zijn eigen validatierol nog in en ook een stukje community of practice. En vervolgens is de cirkel weer rond, want als er weer vernieuwingen moeten komen, dan kunnen we dat weer op die manier toevoegen. Nou, zo zijn er een aantal op de horizontaal. Aan de bovenkant zie je dus een aantal trajecten die intussen zijn ingezet in de landingsbaan. En je ziet aan de kleuren in de verticaal hoe ver elke landingsbaan is en of het product geland is. Nou, van verdamping kunnen we wel zeggen dat we bijna in een volledige landing zijn aangekomen. We zijn nog bij het vliegveld en we zijn de koffers nog aan het pakken. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat het door alle waterschappen nu wordt ingekocht en potentieel bruikbaar is. En ingezet kan worden voor de modelsystemen en voor hun eigen omgeving. Om te kijken van kunnen we daar iets mee in allerlei toepassingen. Zoals verdamping in de waterbalans inbrengen. Maar ook zeg maar uiteindelijk in het pijlbeheer. En ook inzicht in droogte en wateroverlast. Daar komen we straks op terug. Daar zal Joost Heijkers wat meer over vertellen. Nou, bodemvocht zit daar nou aan verbonden in de waterbalans. Daar zijn we ook van plan om gezamenlijk met elkaar een traject in te gaan. En er zijn allerlei instrumenten voor. Het ESBIR-instrument is zo'n instrument waar we de markt uitdagen om met oplossingen te komen. En zo geldt voor elke stap van elk type parameter, zoals bodemdaling, is intussen ook een ESBIR doorlopen. Dus daar hebben we dus een aantal slimme consortia mooie oplossingen voor bodemdaling in het landelijke gebied ontwikkeld en die willen we uiteindelijk ook operationeel gezamenlijk gaan inkopen. Enzovoort, enzovoort. Zo kan ik nog heel lang doorgaan, maar dit is het mechanisme en elke richting heeft zijn eigen fasering. Nog even leuk om te noemen is de digitale schouw van WDUD, wat ik net zei. Dat was een disruptief traject. Dat zit eigenlijk al helemaal aan de operationele kant. Of werkelijk, het is al operationeel. Daar zal Jeroen Waanders straks wat meer over vertellen. Maar daar zijn in feite niet al die stappen doorlopen. Dat is intern binnen het WDOD gebeurd.
En niet door een landingsbaan wat we gezamenlijk hebben gedaan. En dat proberen we nu met elkaar op te schalen naar een mutatiebeheerregister waar het ook onder valt. En dat zit weer wel met elkaar. Met alle 21 waterschappen is dat net gestart. Dus daar zal Jeroen wat meer over vertellen. Dan wil ik nu Joost uitnodigen om wat meer te vertellen over de toepassingen van actueel bodemvocht. Ja, goedemorgen beste mensen. Mijn naam is Joost Heijkers. Ik ben hydroloog bij de Stichtse Rijnlanden. En ik heb 10 jaar geleden met een aantal waterschappers, zowel bij de Stichtse Rijnlanden zelf als bij een aantal andere waterschappen, het Stadwaterconsortium opgericht. En dat heeft zich eigenlijk als doel gesteld om ervoor te zorgen op termijn, en misschien is die termijn op korte termijn haalbaar, zou je kunnen zeggen, dat satellietgebaseerde informatie eigenlijk een standaard onderdeel gaat vormen van de waterschapsmonitoringinspanning en informatievoorziening. Een van de eerste dingen die wij in die context hebben bedacht is het systeem dat wij thans OASIS noemen. Ik zal jullie iets vertellen over wat OASIS is, hoe het tot welke elementen het bestaat, maar vooral hoe bij verschillende waterschappen OASIS op dit moment wordt toegepast om zowel de effecten van vernatting als verdroging, dus droogte, watertekort / en wateroverlast te managen operationeel. Volgende slide, Hans, graag. Ja, zoals gezegd, OASIS is een systeem, hè? Ik noem het een bodemvocht- en grondwatersysteem, waarmee je landsdekkend, dynamisch en operationeel dat volledige grondwater- en bodemvochtsysteem in beeld kunt brengen. Jullie zien verschillende logo's van organisaties. Het idee is even uit mijn hoofd in 2013 ontstaan bij de Stichtse Rijnlanden. Dat was toen een hele natte najaar, als ik het me goed herinner. En we hadden toen in één polder hadden we wel heel veel pijlduizen van de grondwaterstand die op telemetrie zaten. Nou, in die polder hebben we toen gezien dat eigenlijk er nog heel veel berging in het grond- en bodemvochtsysteem zat. In andere polders zagen we dat niet. Dus in die polder waar we die online grondwaterstandsmeetpunten hadden, zijn we toen niet gestart met voormalen en alle andere polders wel. En achteraf bleek dat niet nodig, want die bodem bevatte eigenlijk voldoende bergingsmogelijkheden om die heftige bui die was voorspeld te kunnen bufferen. En zo is eigenlijk dat hele idee ontstaan, maar het heeft nog tot 2018 geduurd voor we daadwerkelijk daarmee aan de slag zijn gegaan. Maar dat heeft een aantal dat kent een aantal aspecten, waarom duurt dat nou 5 jaar? Maar heel even kort terug, Hans, sorry. Je hebt natuurlijk, vanuit een idee moet je komen tot een technisch ontwerp. Dat hebben we samen met Hydrologic en de Wageningse Universiteit gedaan. Jan van Bakel was daar ook bij betrokken. We hebben uiteindelijk via ESA en STOA hebben we een hoop geld weten te verzamelen om het systeem echt om te bouwen naar een landsdekkend werkend systeem. Daar heeft Hydrologic de grootste bijdrage aan geleverd. En uiteindelijk moet natuurlijk die data ook gedistribueerd gaan worden. En dat hebben we sinds 2018 lopend. Volgende sheet graag, Hans. Nou, misschien voor de Volkskrant-lezers onder jullie. Ik lees zelf het liefst de NRC. Maar vorig jaar heeft de Volkskrant via mij benaderd van we zitten waarschijnlijk weer in de derde zomer op rij. Is er nou eigenlijk een systeem waarmee wij als Volkskrant op toch relatief eenvoudige wijze iets kunnen zeggen over de droogtetoestand van Nederland? Ik zei, ja, dat is er zeker. En volgens mij is het meest geëigende systeem dat we op dit moment daarvoor hebben OASIS. En uiteindelijk heb ik Volkskrant toen in contact gepakt met Hydrologic, Maarten Spijker even uit mijn hoofd. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Volkskrant uiteindelijk ook OASIS gebaseerde informatie over bodemvochtcondities en grondwaterstanden is gaan gebruiken in zijn droogteberichtgeving. Volgende sheet graag, Hans. Nou, wat ik al zei, hè, je kunt OASIS inzetten om droogte te zien aankomen. Hè, wegzakkende grondwaterstanden, uitputten de bodemvochtsystemen. Dat zie je op dat linkerplaatje natuurlijk mooi. En je kunt OASIS inzetten om nattigheid te zien aankomen. Het is namelijk het instrument dat niet alleen iets zegt over de bodemvocht- en grondwatertoestand, landsdekkend vandaag,
Maar ook van morgen, overmorgen en de dag erop, dat doen we dus door weersverwachtingen door te rekenen. En daarmee kun je dus mogelijk ook wateroverlast in beeld brengen en hopelijk ook voorkomen op termijn. Volgende sheet graag, Hans. Nou, hoe ziet dat systeem er dan in vogelvlucht schematisch uit? Het hart van OASIS wordt gevormd door, door het landelijk hydrologisch model. Dat is een opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkeld door Deltares en de Wageningse Universiteit. Ja, meer concreet Wenderen, dat noemen we vroeger Alterra. En daarmee ben je eigenlijk in staat om heel Nederland hydrologisch door te rekenen in termen van bodemvocht, grond, atmosfeer, interacties, grondwater en oppervlaktewater. En wat we in OASIS heel specifiek doen, is dat LRM operationeel runnen. Dus iedere dag geven we dat model een schop en dan rekenen dat de grond- en bodemvochtcondities vandaag en voor de komende dagen. En dat doen we eigenlijk door neerslagradar gebaseerde neerslagvelden en toe te voegen of te gebruiken als invoer voor het LRM. We corrigeren met behulp van op satellietdata gebaseerde verdampingsinformatie het model continu, zodat het de goede verdamping berekent en daarmee ook verbeterde bodemvochtcondities. En door ook de weersverwachtingen door dat systeem te raggen, krijg je eigenlijk dus iedere dag de landsdekkende toestand van grondwater en bodemvocht nu en voor de komende paar dagen. En sinds vorig jaar zijn we ook in staat om de huidige toestand te relateren aan het langjarig gemiddelde van de afgelopen 50 jaar. Daar zal ik zo kort nog iets over vertellen. Volgende sheet, Hans. Ja, dan moet je even naar beneden klikken, 4 keer uit mijn hoofd. Ja, prima. Wat kun je nou eigenlijk met de OASIS? Hè? Want dat is allemaal hartstikke leuk, die techniek. Maar voor heel veel beheerders met name, hè, willen ze gewoon vooral weten, ja, wat kan ik er eigenlijk mee? Want anderen doen ook andere beheerders ermee. Nou, bij HDZR gebruiken we in ieder geval om een actueel beeld van de actuele vullingsgraad van de bodem op pijlgebiedsniveau. En via die weg kunnen we iets zeggen over de mate waarin de bodem in staat is om een heftige bui te bergen. Of dat we misschien eerder mogen verwachten dat die bui versneld wordt afgevoerd omdat die bodem chockvol zit. Wij gebruiken het systeem ook om te komen tot voormaal- en vasthoudadviezen. Die worden niet standaard opgevolgd, maar we geven die advies wel geautomatiseerd iedere dag. Zodat pijlbeheerders kunnen kijken van, joh, wat zegt dat systeem? Wat zegt mijn eigen inzicht in het gebied? En kan ik misschien op basis van die twee informatiebronnen een optimaal besluit nemen? Bij Waterschap Brabantse Delta wordt de OASIS gebruikt binnen een totaalsysteem om de volledige waterbalans op stroomgebied en deels van gebiedniveau in te schatten. En binnen het informatiescherm van het Slim Watermanagement Consortium van het Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaal is de OASIS een van de informatiebronnen die niet kon ontsluiten via dat informatiescherm. Volgende en ook laatste sheet. Weer even 4-5 keer klikken uit mijn hoofd. Nog 2 keer. Nog 1 keer. Ja, dat was het. Even kijken. Nou, wat kun je er nog meer mee? Wat ik heb gegeven is dat Waterschap Scheldeschoom ook aan effect monitoring doet met OASIS. En ze hebben bijvoorbeeld de OASIS ingezet om de effecten van voorjaarsopzet van, ik neem aan, oppervlaktewater te evalueren. Rutger van Ouwekerk van Brabantse Delta, die kijkt eigenlijk ook, die gebruikt eigenlijk ook die OASIS-data om binnen zijn waterbalansen, om daarmee ook te checken van, als OASIS nou min of meer klopt, hè, wat zegt dat dan eigenlijk over de correctheid van onze afvoermeting en onze aanvoering? Zelf hebben we OASIS geïntegreerd in ons bossysteem Vidente, gebaseerd op Fuse. Wij baseren tegenwoordig ook de overgang van zomer naar winterpeil en van winter naar zomerpeil mede op OASIS. En tenslotte, ik noemde het al, wat ik heel prettig vind om met name anomalieën op te sporen in ruimte en of tijd, is dat je voor elke willekeurige pixel of pijlgebied of afvoergebied of voor je hele beheergebied iedere dag een duidelijk kunt krijgen van, oké, mijn bodemvochtsysteem, mijn grondwatersysteem zit er op dit moment zo uit. Het is bijvoorbeeld of heel vol of juist er is heel veel bergingsmogelijkheden. En hoe verhoudt zich dan nou tot dat langjarig gemiddelde op de dag van vandaag? En daarmee kun je vaak ook iets zeggen over van, zitten we nou eigenlijk in een extreme situatie of zitten we juist in een hele gemiddelde hydrologische situatie? Maar dat was in het kort mijn verhaal.
Ja, dankjewel Joost. Ik denk dat het verstandig is, ook gezien de tijd, dat jij kan de chat nu niet goed monitoren omdat je zelf gesproken hebt, dat we de vragen selecteren voor na het praatje van Jeroen die hier nu komt. En dan hebben we wat meer tijd. Ja, dus dat is wat we doen. Ja, er is op zich één interessante vraag, zie ik. Maar dat kunnen we ook na het praatje van Jeroen doen. Doe dat maar Joost, die ene vraag is ook goed. Ja. Tisha Daggers vraagt zich af, hoeveel beelden zijn gemiddeld per maand beschikbaar voor een locatie? Rekening houdend met bewolking. Tisha, ik neem aan dat je daarmee bedoelt, en zeg het vooral als ik dat niet correct interpreteer, hoeveel werkelijke verdampingsbeelden op basis van satellietdata zijn er elke dag, zijn er per maand? Nou, daar heb ik een heel concreet antwoord op. Die zijn er iedere dag. Want wij maken bij de aanmaken van werkelijke verdampingsinformatie op basis van satellietdata. Tegenwoordig gebruik van een algoritme dat primair wordt gevoed met satellietradarmetingen. En die radarmetingen die hebben geen last van bewolking, zoals thermische satellieten en optische satellieten wel hebben. Dus die krijgen in principe elke dag, zijn die in staat om satellietdata te genereren en die door een algoritme te fietsen om er uiteindelijk welke verdampingsinformatie uit te krijgen. Dus die bewolking is door het gebruik van radargebaseerde satellietwaarnemingen niet meer zo'n probleem als dat 10 jaar geleden was, bij wijze van spreken. Prima. Ja, dankjewel, duidelijk. Oké, dankjewel allebei, ook voor de vragen. En als er nog vragen zijn over Joost zijn verhaal, dan kan dat ook nog naar dit verhaal van Jeroen. Dus bij deze Jeroen zou jij je verhaal willen houden. Ja, dankjewel Hans. Ik zal me eerst even heel kort voorstellen, Jeroen Waanders dus, en ik ben adviseur innovatie bij Waterschap Drenthe Overijssel Delta. En een van mijn zoekgebieden is om te kijken hoe wij satellieten en andere technologieën in kunnen zetten om ons bedrijfsvoering op te ondersteunen. Zoals op deze sheet wordt aangegeven, zijn we ook ontzettend aan het kijken wat wij met een eventuele veranderdetectie op basis van satellieten toepassingen zouden kunnen doen. En dat is ingegeven door de ervaring die wij hebben opgedaan tijdens het schouwproces. Dus het in het najaar controleren van de onderhoudsstaat van watergangen. Met gebruikmaking van satellietdata en intelligentie. Volgende. Als we gewoon ook eventjes kijken wat er in het Nederland aan het gebeuren is, en dat, nou, dat ook onder het thema samenwerken aan satellietdata, zie je dat er in toenemende mate door organisaties gekeken wordt in hoeverre satellieten onze werkprocessen kunnen ondersteunen. Dit is gewoon even een opsomming, zeg maar, zoals die ook bij de Nederlandse Ruimtevaartorganisatie op de website staat. En het is wel heel grappig om te zien dat er in een heleboel aspecten, of in een heleboel onderzoeken die plaatsvinden, een waterschap of een wateraspect wordt meegenomen. Maar aan de andere kant ook, als je bijvoorbeeld de monitoring van landschapselementen, wat vooral in de, door staatsbosbeheer en provincies gedaan wordt, dat heeft natuurlijk ook kansen voor het waterschap. Want misschien zoeken hun iets anders, maar de technologie erachter zou zich prima kunnen lenen voor de operationele taken van een waterschap. Een van deze trajecten die loopt, waar ik dan even de speciale aandacht op wil vestigen en waar alle waterschappen ook aan meedoen en Rijkswaterstaat ook, is de Nederlandse veranderdetectie, waarin we dus een aantal separate sporen als het gaat om digitaal schouwen en mutatiedetectie op WGP en dat soort dingen, proberen samen te vatten naar een informatiedienst die voor al deze deelnemers, en uiteindelijk is dit dus dan ook geschikt voor nog meer partijen, maar we hebben ons de focus even op de natte sector gehouden, om het even zo te noemen, die ons kan ondersteunen om veel gerichter toezicht te kunnen houden op activiteiten die buiten gebeuren, die ons peilbeheer zouden kunnen bedreigen. Als we even op een aantal van deze dingen inzoomen, nou net Hans en Joost hebben natuurlijk ook al een aantal dingen genoemd. Er zijn ook gewoon een aantal dingen operationeel en misschien wel te gebruiken door de waterschappen. Want er is gewoon ook het aspect bodemdaling is inmiddels ook gewoon publiekelijk toegankelijk, even los van dat je de analyses en dat soort dingen op kan doen. Maar het resultaat van die S-beer is gewoon publiekelijk ontsloten. De vraag bij dit soort dingen is altijd wel op welk detailniveau gebeurt dat. Want uiteindelijk, het heeft ook te maken met hoe grote dingen zoek je nou eigenlijk in het veld. Voor mij voldaling kun je het erover hebben, maar voor mij is dit in een raster van 300 bij 300 meter. Dus nou ja, goed, het geeft een indicatie. Maar even los van of het het exacte antwoord geeft, je hebt wel een pinpoint waar je meer aandacht aan zou kunnen of moeten besteden dan aan gebieden waar bijvoorbeeld geen verandering plaatsvindt. Een ander voorbeeld is de beregeningsmonitor.
Je kunt met een toenemende droogte kun je natuurlijk het verschil in bodemvocht, verdamping en dat soort dingen waarnemen. En als je met hoogfrequente data een relatief goede tijdrekening neer kunt zetten, dat hebben wij in 2018 ook geconstateerd, is dat als jij in een droogteperiode bepaalde peilgebieden of percelen opvallend nat ziet worden, dan zou dat een indicatie kunnen zijn dat daar beregening plaatsvindt. En als we dat kunnen vergelijken met onze vergunningen, dan weten we eigenlijk misschien ook wel of het een legale of een illegale is. De grootste grap is dat op het moment dat we ook hoogresolutie beeldmaterialen tegenover kunnen zetten, en de beelden aan de rechterkant komen uit het satellietdataportaal van 3 augustus 2020, dan gaat het zelfs zo ver dat als je een beetje geluk hebt, dat je de sproeiinstallaties daadwerkelijk kunt zien. En volgens mij, als je deze bronnen dus combineert, heb je best wel een mooi beeld van wat er speelt. Dat kan je helpen. Als we iets van ons watersysteem willen vinden, dan houdt het ook in dat wij onze arealen op de goede plek hebben liggen. En dat is een van de dingen waar we bijvoorbeeld ook bij de schouw tegen aanliepen. Onze beheerregisters zijn niet altijd dermate op orde dat wij op... Wat bedoel ik mee? Dat wij er soms nog slootjes op hebben staan die er niet meer zijn. Of slootjes missen die er wel bij aangelegd zijn. Met welke oorzaak dan ook dat wij dat niet in ons systeem hebben. Maar als we dit soort dingen niet op de rit hebben, krijgen we een heleboel foute beoordelingen. Want je kunt je voorstellen dat als wij denken dat er een sloot ligt en er ligt gewoon gras en we zoeken naar vegetatie in de sloot. Ja, gras is vegetatie, dus krijgen wij een enorm aantal foutmeldingen op een slootje die daar niet aan voldoet. Een andere is natuurlijk ook de BGT. Ook zo'n een product wat wij als waterschap als bron houden voor aan de lat staan. Inmiddels kunnen wij op basis van luchtfoto's al heel goed mutaties op de PGT constateren. Maar uiteindelijk kun je die tooling natuurlijk ook inzetten op satellietdata die veel hoogfrequenter binnenkomt. En dus veel eerder weet dat er een activiteit plaatsvindt wat invloed heeft op jouw watersysteem. Volgens. En dan gaan we even ietsjes kijken naar de Nederlandse veranderdetectie. Daar is ook een flyer van, dus dat zal misschien bij een aantal mensen bekend zijn en anders delen we hem. En wat we daar eigenlijk aan het doen zijn, is dat wij op basis van publiekelijk ontsloten data, en dat gaat dus ook over satellietdata, maar ook over luchtfoto's, maar eventueel ook algemeen agrarisch land Nederland of allemaal van dat soort dingen. En machine learning, om voor ons een tool te ontwikkelen die kan pinpointen waar activiteiten plaatsvinden in de omgeving. Binnen het waterstaatswerk of in de omgeving van het waterstaatswerk die onze functies bedreigen. Bijvoorbeeld. Een aantal voorbeelden zie je hier en aan de linkerkant, dat is dan geen verrassing, dat heeft iets met schouw en vegetatie te maken. Maar ook het detecteren van het aanleggen van een dam, een duiker of een brug is relatief goed te doen. En door dat zo vaak te kunnen doen, heeft dat ook de consequentie dat wij misschien wel tijdig bij een activiteit kunnen komen die wij eigenlijk niet gewenst hadden en nog enigszins kunnen bijsturen. Want vaak worden we nu achteraf geconfronteerd door een medewerker in het veld dat er ooit een keer iets gebeurd is waarvan we niet eens kunnen herleiden wanneer en wie dat gedaan heeft. Nou, en ja, is goed zo, Hans. En hier gewoon eventjes een voorbeeld hoe dat dan in de praktijk zou moeten werken. Want als ik zeg dat wij een schone sloot verwachten, dan kunnen wij met satellietbeelden de computer leren te herkennen of een sloot voldoet, ja of nee. De grootste grap die je hierin kunt maken, is dat je 10.000 en één smaak hebt die misschien niet voldoen. Maar er is maar één situatie goed en dat is eigenlijk nou wat je in die linker gecombineerde foto ziet. Een schone sloot is gewoon... helder te herkennen, er staat geen vegetatie meer aan de randen. Dus die situatie is goed te herkennen. En door dat op pixelniveau van een satellietbeeld te kunnen doen, krijg je gewoon een overzicht in ruimte, over je beheersgebied. In dit geval in rood en groen aangegeven, waar een watergang wel voldoet aan die norm of niet voldoet aan de norm. En wij dus een toezichthouder heel gericht naar buiten kunnen sturen. Of in het geval van schouw met de eigenaar in contact te treden om het probleem op te lossen. Maar je kunt je ook voorstellen dat we dit los kunnen laten op ons eigen watersysteem om de ontwikkeling van vegetatie veel beter te kunnen managen. Toen we daarmee bezig waren, dan zie je ook wat bijvangsten ontstaan. Want zoals gezegd, een dam met duiker is ook prima te herkennen. En we zien ook een aspect bijvoorbeeld ook met gewasbestrijding of teeltvrije zones. We zagen ook dat je op een aantal percelen prima kunt zien dat er een verkleuring plaatsvindt. En dan is het niet altijd in het zichtbare spectrum, maar dan wordt het wel heel technisch. Maar we kunnen ook met vegetatieindexen en dat soort dingen eigenlijk ontzettend veel informatie uit deze beelden halen.
Wat we eigenlijk beogen met de Nederlandse veranderdetectie is dus een informatiedienst die in plaats van beeldmateriaal beeldinformatie gaat leveren. Dus op het moment dat er tussen verschillende tijdsopnames of misschien wel een vergelijking met je beheerregister afwijkingen worden geconstateerd met datgene wat jij verwacht of datgene wat op de vorige foto niet aanwezig was en nu wel, dat dit geautomatiseerd gerapporteerd wordt. Op een kaart, ja. En hoe verder je inzoomt, hoe meer informatie je krijgt. En wat hier natuurlijk wel een hele belangrijke is, in dit geval gaat het over verharding, dat we ook met een bepaalde zekerheid weten dat dit dan ook daadwerkelijk een verharding is en welke oppervlakte daar bijvoorbeeld bij hoort. Omdat per waterschap het kan verschillen wat de grenswaarde is voor vergunningsplicht of meldingsplicht bijvoorbeeld. Dus op deze manier ernaar te kijken, stellen wij onze toezichthouders dus echt in staat om veel gerichter het gebied in te gaan. Dus het is niet meer een kans dat je iets vindt, maar je weet eigenlijk al waar je moet gaan kijken. En hierop kan geacteerd worden. In dit geval is het een portaal, zeg maar, dat mensen mogelijk zelf moeten gaan zoeken. Maar uiteindelijk willen wij ook, volgende, het mogelijk maken dat er een soort van notificatie op komt te zitten. Dat een toezichthouder die belast is met bijvoorbeeld verhardingen in dit geval, heel specifiek, op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar is, gewoon een lijstje krijgt met objecten waar hij zijn aandacht aan zou kunnen gaan besteden. Ik zeg bewust kunnen, want het is altijd nog de keuze van het waterschap of ze hierop daadwerkelijk op gaan acteren. Dankjewel, volgende. Oké, Jeroen, dit was jouw laatste slide. Ik had nog wel even een vraag. Ja. Misschien kan je even aangeven wat de status is van de huidige SBR mutatiebeheerregister. Ja, we zitten in aanloop naar het einde van fase 1. Volgens mij staat die in maart 2021, dit jaar alweer, het gaat snel. In maart krijgen wij de oplevering van een aantal partijen waarin ze een haalbaarheidsstudie en in een aantal gevallen al een proof of concept ontwikkeld hebben. Uit die lijst kiezen wij twee de meest kansrijke partijen. Of nee, de twee partijen die het meest aansluitende product hebben bedacht. Die gaan door naar fase 2 en met als doel om in eind 2021 een werkende oplossing te hebben. Die we daarna kunnen aanbesteden voor de waterschap. Oké. Voordat je de digitale schouw behandelt, zijn er misschien al vragen binnengekomen, Joost, om even nu kort te behandelen? Jazeker. Even kijken. Nou, de onvermijdelijke vragen over resolutie zijn natuurlijk gesteld. Hè? Mensen vragen zich af, ja, wat is nou eigenlijk de resolutie van de WASIS-data, neem ik aan? Nou, die resolutie is 250 bij 250 meter. Hè? Die resolutie wordt in feite gedicteerd door de rekenresolutie van het LAM. En die is 250 bij 250 meter. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, toen ik dat zo bedacht, dacht ik van, dat is veel te grof, daar kunnen beheerders helemaal niks mee. Nee. Wat bleek nou in de praktijk? Dat de beheerders eigenlijk dit een veel te hoge resolutie vonden. Pas toen wij die informatie gingen opschalen naar pijlgebiedsniveau en naar afvoergebiedsniveau. Ik neem aan dat veel waterschappen zich daar wel iets bij kunnen voorstellen. Toen pas gingen mensen inzien van, hey, oké, zo kan ik deze informatie gebruiken. Dus de resolutie is 250 bij 250 meter. We zijn wel aan het kijken of dat fijner kan. Maar vooralsnog lijkt daar geen reden toe, omdat mensen het vaak op een lagere resolutie willen gebruiken. Gelske van Schieland-Krimpelwaard vroeg zich nou op over welk langjaar gemiddeld wordt nou eigenlijk, welke tijdreeks wordt nou eigenlijk gemiddeld om op dagbasis iedere keer die vergelijking te kunnen maken met het langjarige gemiddelde binnen OASIS. Dat is, even uit mijn hoofd, de afgelopen 50 jaar. Dus, heb ik nog meer vragen? Nou, mag ik daar ook even op reageren, Joost? Joost, ja, tuurlijk. Even kijken naar wat wij doen met de veranderdetectie en met de digitale schouw, gebruiken wij satellietresolutie van 50 bij 50 centimeter. Dus het gaat even over de maximale wat nu beschikbaar is. Ja, maar Joost had even een vraag vanuit de verdampingssessie. Ja, ik interpreteerde me in ieder geval. Dat er is ook een vraag van Leon Evers over hoe hoog is de maximale resolutie pixelniveau die gebruikt op detectieniveau bij satellietdata. Ja. Dat gaat meer over de veranderdetectie. Ja. Daar kun jij denk ik het beste antwoord op geven, Jeroen. Ja. We zitten op dit moment op een resolutie van 50 bij 50 centimeter. Dat kun je op meerdere manieren doen. Hè. Via het satellietdataportaal worden ook hyperview beelden. Die zijn ook 50 bij 50, 6 keer per jaar kosteloos ter beschikking gesteld.
Maar als we even specifiek voor de schaal gaan, omdat het in het najaar plaatsvindt, dan is het toch een wat minder gunstige periode om satellietbeelden te maken. Dat is echt een specifieke opdracht die wij aan een leverancier van satellietdata, Airbus in dit geval, geven. En dan ook daar werken we met een resolutie van 50 bij 50. Maar inmiddels zijn ook hogere resoluties beschikbaar, alleen daar hangt een andere prijskaartje. Ja, maar zelfs dat prijskaartje in mijn ervaring, als je dat dan hoort, dan denk ik van joh, als je dat samen met alle waterschappen opbrengt, dan stel het nog niks voor. Helemaal als we dit, hoe groter we dit kunnen oppakken, hoe betaalbaarder het wordt. Het was een mooi bruggetje. Dus een mooi bruggetje aan digitaal schouwen. Ik hou even de tijd strak. Jeroen die start even door. En hierna komen er nog weer ruimte voor een aantal vragen. Dezelfde plaatjes als net. We gaan het nu even wat specifieker hebben over digitaal schouwen. En dat is een traject die wij in 2018 gestart zijn. Ook op aangeven van collega's die toevallig in contact waren met satellietbedrijven. Arjan Soepelberg van ons was daar op dat moment mee bezig. En de aanleiding om dit te gaan doen was dat wij als fusiewaterschap met beleidsharmonisaties te maken hadden. Daar is in besloten dat wij voor het totale beheersgebied weer schouw gingen invoeren, terwijl we dat de helft van het gebied niet meer deden. Maar wel met een kanttekening dat we dat niet met meer mensen mochten gaan doen. Dus dat is een drijfveer om slimmer te gaan werken. En eigenlijk is dat de kapstok geweest om eens te gaan kijken van als we nou slimmer informatie kunnen gaan verzamelen en dat slimmer gaan gebruiken, in hoeverre kan dat dan ons ondersteunen in onze operationele taak. En een denklijn die we daarbij in hebben gezet, volgende alsjeblieft. Klik maar even een paar keer, dan staan alle plaatjes erin. Is dat wij eigenlijk een denklijn hebben neergezet dat wij van groot naar klein en van grof naar fijn zijn willen bouwen gaan werken. Dus met het idee van als wij op groot hoog niveau al bepaalde onderdelen van ons watersysteem goed kunnen keuren, dan werkt dat door op de grond, even heel simpel gezegd. Dan kunnen wij dus mensen gericht inzetten op de plekken waar wij vermoeden dat er een probleem optreedt. Dat verhaal is dus enerzijds ingegeven door, door een keuze van de directie en het bestuur om te gaan schouwen en zonder dat er meer mensen optreden. Dus je hebt daar gewoon echt een fysieke aanleiding om het slimmer te gaan doen. Uiteindelijk zijn we ook naar het grotere plaatje gaan kijken. Volgende alsjeblieft, Hans. Want als je onder de kapstok van digitale transformatie, waar het gaat over dat wij technieken in kunnen zetten om onze bedrijfsvoering optimaal te kunnen ondersteunen, zijn we ook eens gaan kijken van, goh, hoe staan wij er eigenlijk als organisatie voor? En hoeveel mensen heb ik dan nodig in de toekomst om mijn werk te kunnen doen? Of welke competenties vraag ik van medewerkers met al deze technologieën in ons achterhoofd? Maar de grootste aanleiding zat, en dat is voor ons, de getallen die je hier ziet zijn specifiek even voor WDO Delta, maar dit is een probleem wat volgens mij in heel Nederland een beetje begint op te spelen, is dat we met een enorme vergrijzing te maken hebben. Wat betekent dat heel veel mensen de arbeidsmarkt gaan verlaten. Omgekeerd zien we ook minder mensen toetreden tot de arbeidsmarkt. Dus misschien moeten we wel slimmer gaan werken. Is het niet de vraag of, maar hoe dan? En wat de keuze die daaronder zit is dan, gaan we wachten tot die mensen weg zijn? Gaan we dan proberen op te lossen? Of gaan we die mensen die we nu nog hebben benutten om hun kennis en ervaring slimmer te borgen in een digitale wereld? Ja, en volgens mij in aanvulling, volgens mij is het een hybride manier. Hè? Dus je hebt altijd de mensen in het veld nodig met hun kennis in combinatie met de technologie. Ja. Uiteindelijk wat je ziet is dat, omdat wij de standaard situatie, om het even zo te noemen, de standaard situaties heel goed kunnen beoordelen en misschien wel kunnen oplossen, dat mensen veel meer tijd hebben om zich met die speciale of de uitzonderingen te gaan bemoeien, waar je dus echt je vakmanschap laat zien. Ja, ook hier hadden we gezien die bijvangst, dus daarom was dit ook de aanleiding om met elkaar te gaan kijken. En dat is vormgegeven in de snelkookplan met alle waterschappen en Rijkswaterstaat. De snelkookplan sessie slimmer handhaven, omdat we eigenlijk gezien hadden dat we heel veel meer facetten op satellietdata konden vinden. En dat is eigenlijk wel de grootste grap, hè? Want je koopt een satellietbeeld, wij kochten een satellietbeeld specifiek voor de schouw. Maar in dezelfde adem zagen we dat we eigenlijk nog heel veel meer eruit konden halen. En dat is dus meerwaarde creëren voor de investering die je doet. Als we dan even iets de techniek induiken. We zijn in 2018 dus begonnen met een pilot. En dat hebben we in een stuk van 100 vierkante kilometer gedaan. Waarin we eigenlijk dus met satellietbeelden en machine learning zijn gaan kijken. Hoe goed wij een satelliet een machine learning algoritme kunnen trainen. Om watergangen goed te kunnen klassificeren. Dat was echt wel aan de linkerkant zie je de eerste iteratieslag.
kwamen we eigenlijk al dat de computer, en dat hebben we dus gevalideerd op de grond. Want een machine, een computer iets leren, is enerzijds de input van een gegevensbron, maar anderzijds moet er ook gewoon een oordeel over geveld worden. En dat doe je nog steeds op de grond. Dus we moesten wel naar buiten om in dit geval de computer te helpen schone sloten goed te gaan herkennen. In de eerste slag zaten we eigenlijk al op een percentage van 90% dat de computer het goed kon doen. Maar goed, in de machine learning wereld schijnt dat niet voldoende te zijn. Dat moet hoger, moet minimaal 95% zijn. En toen we daar nog iets specifieker zijn naar gaan kijken en ook een iets groter testgebied hebben ingevlogen, kwamen we uit op een percentage van 97,5%. Dus in 2,5% van de gevallen heeft de computer het mogelijk niet bij het rechte eind. Maar de grootste fout die je niet wil hebben, is dat de computer een sloot schoon klassificeert, terwijl die vies is, dichtgegroeid is. Die fout maakte die niet. Dus dit was voor ons, en ook voor het bestuur, en ook voor de directie, het groene licht om in 2019 gewoon operationeel te gaan. Dat hebben we dus ook gedaan. Dus sinds 2019 vliegen wij het compleet, laten wij een satelliet het gebied fotograferen in de controleperiode. Daar gaat het proces, de machine learning algoritme gaat daarmee aan het werk. En wat je daarin ziet is dat wij eigenlijk in relatief korte tijd en met weinig inspanning, geen inspanning zelfs in de eerste controle, in het veld, het grootste gedeelte van onze schouw kunnen doorvoeren. Volgende alsjeblieft. Dus we zien, dat heeft erin geresulteerd dat de inspanning van onze mensen ontzettend is afgenomen. Waar het voorheen echt met een week met 60 man naar buiten is, doen ze het nu met 12 man, 15 man in 2 dagen. Mensen kosten natuurlijk ook geld en dat kost satellieten ook, alleen het verschil is wel dermate. Dus we hadden eigenlijk best wel een heel positieve business case. Maar nog veel belangrijker is dat het niet dat we door het inwinnen van satellietdata en dat er wat tijd tussen zit voordat wij mensen kunnen aanschrijven, wij ook gedacht hebben van, willen wij dan überhaupt handhavend optreden? Gaan wij veel meer een advies geven tot onderhoud? Uiteindelijk omdat we gewoon naar een betere dienstverlening willen. En die wijzende vinger is ook niet altijd. Mensen naar buiten 1 keer per jaar geeft dus alleen een beeld van de stukken waar je toevallig hebt gekeken. En door het met een satelliet te doen, hebben wij een volledig overzicht van ons areaal. En nou, in dit geval wij kopen 1 keer een beeld, dus we hebben op dat moment een vlakdekkend inzicht in ons areaal. Maar als je daar de bronnen, zoals bijvoorbeeld satellietdata, tegenover zet, dan zit je dus aan een frequentie van dat je dus 6, 7, 8 keer per jaar je volledige areaal in beeld kunt krijgen op veranderingen. De grootste winst is ook dat de doorlooptijd van dit proces heel veel korter is geworden. Want voorheen moesten we dus de mensen opleiden, de techniek, de tablets, noem het allemaal maar regelen op en inregelen dat mensen dit werk konden doen. Nu is het heel cru gezegd wachten tot de satelliet zijn beelden heeft gemaakt, het proces afstarten en de brieven kunnen nagenoeg geautomatiseerd uit. We hebben dit nu 2 jaar achter elkaar gedaan. De ervaring leert dat we eigenlijk 90% van ons te controleren areaal op basis van de satelliet goed kunnen keuren. Dus eigenlijk moet je zeggen dat de opvolging of de navolging van de ingelanden om hun sloot schoon te houden heel erg hoog is. En dit zou er ook in kunnen resulteren dat er een discussie op gang komt van moeten wij dit überhaupt op deze manier blijven doen of zouden we het ook op basis van vertrouwen bij de agraris kunnen laten. En vertrouwen is goed, maar misschien is inzicht altijd beter, want uiteindelijk we zien ook veel meer hierop. Ik had 1 vraagje, misschien dat je dat kan toelichten, Jeroen. WDOD heeft het nu operationeel omarmd. Ook op dijkgraafniveau is dat meteen toen besloten. Zijn er toen ook in navolging van jullie andere waterschappen al aangesloten? Ja, zeker. Je ziet dat er een heel groot aantal waterschappen. Nou, uiteindelijk zijn we allemaal verenigd in die Nederlandse veranderdetectie, waar dit ook onderdeel van uit gaat maken. Maar je ziet echt al, volgens mij zijn er al meerdere waterschappen. Nou, echt heel niet volgens mij, dat weet ik zeker. Er zijn heel wat waterschappen die ook deze beschouw aan het gewoon voor hun eigen proces eventjes aan het testen zijn. Volgens mij zijn er ook een aantal die al richting operationeel aan. Ja. Dat is echt een succes en daarom noemde ik het ook disruptief. Het is dus een hele korte ontwikkeltijd die gelijk praktisch is ingezet. Dat is heel mooi. Als je kijkt, de pilotfase hebben we in 3 maanden doorlopen. Precies, ja. Joost, zijn er nog enkele vragen vanuit het publiek die we kunnen behandelen? Ja, zeker Hans. Gelske vraagt zich af, is veranderdetectie inzetbaar om veranderingen in natuurwaarde te monitoren? Bijvoorbeeld voor en na een droge zomer. Dat is een hele interessante vraag. Kijk, natuurwaarde is aan zich natuurlijk een subjectief iets, maar we weten natuurlijk dat bepaalde natuurgebieden gedijen bij een bepaalde
waterkwaliteit of mate van natheid. En op het moment dat je dus waterkwaliteit en allerlei bodemvocht, grondwater en oppervlaktewater indicatoren in beeld kunt brengen met satellieten, en dat kunnen we tegenwoordig, dan zou dit moeten kunnen, hoewel het maar wel, wel vrij ingewikkeld lijkt. Dus ja, het kan, maar het is verre van triviaal. Hebben we nog vraag voor tijd voor nog een vraag, Hans? Ja hoor, nog 5 minuten. Oh, oké, prima. Sorry, ik heb de naam van die persoon even niet goed genoteerd. Maar die vroeg zich af, is er nou ook iets van nuance aan te brengen in die veranderdetectie? Hè? Want je kunt zeggen van, joh, op basis van mijn algoritme moet ik constateren dat een sloot al dan niet voldoet aan het schouwbeleid. Maar zit er ook nog ruimte tussen ja en nee? Hè? Dus is een fusieantwoord ook mogelijk. Jeroen, kun jij daar iets over zeggen? Ja, dat is een keuze. Ja of nee is altijd een beetje een spannende. En wij hebben er eigenlijk voor gekozen, omdat dat is een hele brede categorie. Hè? Daar heb je 10.001 smaken in zitten. En wij hebben er dus voor gekozen om de dingen die goed zijn goed te keuren en voor de rest aandacht te hebben. Maar op termijn, en dat is op termijn, ik denk wel, kijk, want uiteindelijk zit hier ook gewoon een leergang in. Hè? Want wij leren die computer ook steeds meer dingen te herkennen. Dus op het moment dat wij het veld ingaan om een afgekeurde watergang te controleren en wij geven het de bevinding in het veld door of terug aan de computer, wordt hij daar steeds slimmer van. Ja, exact. Dit vind ik wel een heel belangrijke vraag. Dus ik zou zelf zeggen, als we geen tijd hebben, laten we hem even goed beantwoorden. Dominique vraagt zich namelijk af, hoe wordt deze verandering ontvangen door de mensen in het veld? En ik denk, dit is enerzijds de veranderdetectie, maar anderzijds ook de verandering in werken binnen het schouwproces. Zo interpreteer ik het. Kun jij iets zeggen over, kijk, ik weet dat bij Stix Rijnland hebben we schouwmeesters. Maar hoe gaan dat soort mensen daar nou eigenlijk mee om met het feit dat dus dit proces totaal op een andere manier wordt ingestoken, Jeroen? Was er veel weerstand of zeg je van, dat ging veel makkelijker dan ik had verwacht? In het geval van de schouw ging het eigenlijk vrij soepel en dat is fijn. Want uiteindelijk zeg maar, die mensen hadden gewoon echt een probleem. Hè? Want ze moesten dubbel zoveel gaan doen in dezelfde tijd, wat gewoon niet behapbaar was. Dus voor hun was dit echt een waardevolle aanvulling om hun te helpen in het goed uitvoeren van hun taak. Over het algemeen zie je wel dat dit wel ontwikkelingen zijn die, dat gaat niet altijd makkelijk. Want uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, ik vind buitenlopen ook hartstikke leuk. En ik kan me voorstellen dat, of dit kan het gevoel oproepen dat wij een gedeelte van het werk weghalen. Maar aan de andere kant, als jouw werk is het constateren en oplossen van problemen, hoe makkelijk of hoe mooi is het dan dat jij dan ook daadwerkelijk bij die locaties komt waar je iets kunt oplossen? Ja, maar uiteindelijk gaat het erom, hè, dat je bij dit soort initiatieven ook dus de mensen die het werk doen erbij betrekt vanaf. Je moet je daarin heen. Er is nog ruimte voor 1 vraag, Joost. En intussen schakel ik over op de Mentimeter. Ja, dat is goed. Marijn Hoogmien vraagt zich, die zegt van, in hoeverre kan de groeicurve van gewassen vastgesteld worden middels satellietdata en machine learning technieken? Dat helpt bij bijvoorbeeld de bepaling van de watervraag en zoetwaterverdeling. Een goede vraag, Marijn. Dit vlak zijn we, hè, de wereld van de satellietgerelateerde wetenschap en toepassing, ongelooflijk ver. En ik zou, omdat we weinig tijd hebben, jou vooral willen adviseren, neem een kijkje op de groenmonitor.nl, want daar zul je zien dat gewasontwikkeling, biomassaproductie, dat kunnen we vrij goed in beeld brengen. En het wordt voor Nederland gestandaardiseerd ook gedaan door Wenre. En dus nogmaals, groenmonitor.nl, en daar kun je daar ook voor dit soort dingen alles lezen. En anders mij een keer bellen, want ik ben ook met dit soort dingen bezig. Dat was hem, Hans. Prima, heel goed. Dankjewel Jeroen en Joost. En we gaan nu overschakelen op de Mentimeter. Boven in het beeld en ook op eerdere slides had ik al reeds het nummer voor inloggen op de Mentimeter site aangegeven. Dat is 8769013. En ik denk dat u intussen dat al via uw smartphone heeft ingevuld. En het is ook meer even bedoeld om een stukje draagvlak met elkaar te peilen. En ook om aan te geven of er
ideeën en suggesties zijn, dus ook open voor open vragen en ruimte voor suggesties. Nou moet ik even kijken of ik dat door kan schakelen, want dat gaat dus blijkbaar. Ja, de kernboodschap nog even kort samengevat. Wij denken dat het heel belangrijk is, en dat is onze visie eigenlijk, dat zodra er veranderingen zijn in het waterschap en je kan ze tijdig en ook doelmatig detecteren met zowel de kennis die er al bestaat en de technieken die we in kunnen brengen met observaties, dat daardoor ook het waterbeheer op een hoger niveau komt. En omdat die veranderingen zowel op korte termijn als op langere termijn van belang zijn voor het waterbeheer, dat zijn die vier punten waar we het over hebben gehad, denken we dat we daardoor beter overzicht en inzicht en toezicht hebben. En met deze Mentimeter proberen we te kijken van waar zit het draagvlak en wat gebeurt er al reeds. Allereerst even een vraag van welke organisatie bent u? Dan krijgen we een beetje idee van het publiek. Dat kunt u invullen. Dat gaat heel goed. Veel waterschappen. Bedrijven. Hogescholen, kennisinstellingen. Mooi gemixt gezelschap. Dit is precies de mix die wij nodig hebben voor onze toepassingen van satellietobservaties en modelsystemen in de waterbeheerpraktijk. En over het algemeen weet men elkaar goed te vinden, ook via het Zatwaterprogramma. Ook via de STOA-website is dat goed te zien. Er zijn Zatwaterwerkgroepen die heel gericht op thema's worden ingezet. Al naar gelang de vraag en de wens vanuit een waterschap of meerdere waterschappen. Die ook samen al initiatieven ontplooien in subgroepen. Dat is ook prima. En het is ook zo dat die toepassingen niet altijd gelijk door iedereen gedragen moeten worden, waardoor het doorgang kan vinden. Dat kan ook al met een tiental waterschappen bijvoorbeeld. Kijk, bodemdaling in veenweidegebieden zullen niet overal in Nederland actueel zijn. Dus op die manier krijg je dus bijvoorbeeld voor bodemdaling ook een subgroep aan partijen. Daarnaast linken we ook heel graag naar andere belanghebbenden, zoals vanuit de landbouw of natuur. En ook met partijen zoals Rijkswaterstaat en provincies en gemeenten. Ik ga de volgende slide inzetten. Er zijn 32 mensen die intussen hebben gereageerd. De vraag is hier van, gebruikt u intussen of wil u het gaan gebruiken of ik zie het voorlopig nog niet gebeuren als het gaat om het gebruiken van satellietinformatie ten behoeve van peilbeheer. Veel wensen. Dat is mooi. Dat geeft wat mij betreft een legitimatie om het Zatwaterprogramma naar de volgende 10 jaar toe te trekken, Joost. Ja, dat lijkt mij heel goed. Ik ben tegen die tijd dan wel echt heel oud, maar ja, we gaan wel zien hoe daarmee moet gaan. Het valt mij op dat er relatief weinig waterschappen die aanwezig zijn al remote sensing gebruiken. Dat gevoel had ik niet, eerlijk gezegd. Maar misschien gebruik ik het pas sinds kort. De ASAT gebruik ik al lang. Dus dat zou de reden kunnen zijn dat ik het antwoord verkeerd heb geformuleerd. Oké, de volgende slide. Wat heb ik nodig ten aanzien van satellietgebaseerde informatie? Oh, kijk, de mensen zijn al doorgegaan met antwoorden, heel goed. Dat gaat sneller dan de presentatie doorklikken, merk ik. Dus er zit blijkbaar een automatische doorschakeling in die ik heb ingesteld. Heel goed. Meer informatie is nodig ten behoeve van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
Dat vinden wij ook heel belangrijk. Ja, het doet mij deugd dat te lezen, want het kwantificeren van nauwkeurigheden is in mijn vakgebied, de hydrologie, eigenlijk steeds meer gemeengoed. Hè? Er zijn werkelijk waar boekenkasten volgeschreven over hoe je dat kunt doen. We hebben op dat vlak ook een hele goede hoogleraar die daarin gespecialiseerd is, Mark Bierkes. En binnen die satellietwereld is dat iets minder het geval, terwijl je daar dezelfde statistische techniek kunt toepassen. Binnen SatData 3.0, hè, dat is een operationele levering aan alle waterschappen van verdampingsinformatie, wordt die nauwkeurigheidsanalyse en echte kwantificering van echt ook heel serieus opgepakt. En die getallen die we dan zien, die zijn ook echt enorm bemoedigend. Heel goed dat heel veel mensen daar het belangrijk vinden. En dan het belang, daar zijn we ook echt stevig mee aan de slag in. Zowel SatWater, Hans en ik vinden het allebei belangrijk. We pakken dat ook echt op via validatieprojecten. En ook binnen de operationele informatielevering SatData. Ja. Ook wel een leuke reactie. We hebben zeker geen ruimte meer voor een... Straks kunnen we nog wat verder over doorpraten. Maar ik wil even deze afmaken. Dus er komt nu een open sheet van wat voor andere informatie denkt u dan wel nog nodig te hebben. Dus voor pijlbeheerbeslissing heb ik behoefte aan. Nou ja, een betere vertaling naar... Techniek naar besluit, een betere voorspelling van het oppervlakte en de grondwaterstanden, of een dashboard met hotspots, dus alerts voor waarschuwingen voor droogte of wateroverlast, of anderszins, en daar komt straks een open vraag over. In aanvulling van jou, Joost, van zojuist zag ik ook dat er behoefte was, behoorlijk veel behoefte was aan meer kennis, en wij zijn ook van plan, als dat draagvlak groter is, geworden en dat lijkt er wel op, is om bijvoorbeeld voor die verdampingsinformatie en ook voor het meer gangbaar maken van het gebruik ervan, want het is nu beschikbaar voor alle waterschappen, het wordt centraal ingekocht nu voor de komende 3 jaar nog voorlopig en dan is het belangrijk om de mensen te laten zien van wat kan je er nou mee in de operationele werkomgeving en ook om daar trainingen voor te geven, een community of practice. Dus er zijn al WhatsApp-groepen. Zowel voor WIWB, dus voor de neerslaginformatie, maar ook voor de verdampingsinformatie. Misschien dat Joost daar nog iets kort over kan zeggen, om de gebruikers te betrekken. Waar zou ik iets over moeten zeggen? Sorry, ik was... We willen graag de kennis breder inzetten voor de waterschappen. Dus trainingen van mensen en het gebruik is belangrijk. Ja. Ja, exact. Nou kijk, ik kan in de context van dat best wel mee veel mensen enthousiast lijkt te zijn over die dashboards met hotspots. Kijk, we hebben in het kader, een beslissingsondersteunende systemen hebben heel veel waterschappen. Hè, die hebben vaak ook een dashboard. We hebben binnen Slim Watermanagement natuurlijk informatieschermen laten ontwikkelen door onder andere Hydrologic. Nou, dat zijn in feite ook dashboards. In Brabant noemen ze dat vaak verkeerstorens. Dus die Brabo's die zijn daar ook heel druk mee. Martijn van Berkel, werkzaam bij zowel waterschap Ama's als het waterschapshuis, die is samen met onder andere Jeroen Waanders en mijzelf bezig om een soort van dashboard driedaagse te organiseren. Die zou gaan plaatsvinden in april. En daar gaan we het dus expliciet hebben over dashboards ten behoeve van het waterbeheer in Nederland. En daar zal dus ook die hele problematiek van droogte en wateroverlast en hoe je dashboards kunt gebruiken om die te visualiseren en te analyseren aan de orde komen. Dus ik kan iedereen van harte aanraden om naar die driedaagse te komen. Daar zullen alle waterschappen uiteraard voor worden uitgenodigd. Ook een aantal prominente adviesbureaus die zich op dat vlak profileren binnen Nederland. Dus in die zin word je op het vlak van dashboards in de context van droogte en wateroverlast ook een relatie tot satellietdata op je wenken bediend. Ja, dankjewel. We hebben nog 1 minuut om deze laatste vraag in te vullen. Want ik had daar 3 opties genoemd. Maar er zijn misschien ook andere vormen van informatie hard nodig. En als u daar ideeën over heeft, dan kunt u dit in deze scattergram invullen. Mag ik nog even tussendoor wat ja hoor. Ja, ik zie in de chat hè, dat... dan kijk ik... Erik Hartenboom die vraagt welke rol zou beleid van ministerie in infrastructuur en waterstaat hierin kunnen spelen bij dit soort projecten?
Dat is wel een hele goede vraag wat mij betreft. Want volgens mij is dit, we zijn inmiddels op een landsdekkend niveau. En volgens mij sluiten wij ook niet uit voor welke partijen dit van toepassing kan zijn. Dus volgens mij moeten we het daar wel eens met elkaar over kunnen hebben, toch? Zeker. Kijk, ik probeer Rijkswaterstaat al jaren mee te krijgen in soort data. Helaas, en ook in Oasis, ja, dat lukt nog niet helemaal optimaal. Maar ja, er zijn wel openingen, denk ik. Dus ja, hoe eerder Rijkswaterstaat natuurlijk kan meedraaien met allerlei zaken, hoe beter. Binnen Stadwater is in ieder geval alleen Ooyen van het CIV van Rijkswaterstaat actief. Die kijkt natuurlijk met name naar INSAR. Maar ja, hoe meer mensen van Rijkswaterstaat aansluiten bij de verschillende waterschapsinitiatieven die er zijn, hoe beter. Omdat Rijkswaterstaat natuurlijk zijn voordeel kan doen met waar wij als waterschap al 10 jaar mee bezig zijn. Dat zou fantastisch zijn als Rijkswaterstaat dus op dat vlak een hele wat nog actievere rol gaat spelen. Dus sluit je bij ons aan, zo. Prima. Dan wou ik bij deze u danken voor uw deelname. We zijn net een minuutje langer doorgegaan. Er is nu een pauze van 15 minuten. En hierna volgt een presentatie over de virtuele watersatelliet die we in de toekomst denken te willen gaan lanceren samen met u. Om extra ogen naast die van uzelf ook in het waterbeheer aan te brengen. Dus dank u voor uw deelname en tot hopelijk de volgende sessie.